wat mij is bijgebleven van die periode. En wat ik zelf heel belangrijk vond, dat was dat vernieuwde enthousiasme. Dat ontdekken van zoveel mogelijkheden. Die zusterschap die we vonden, waarbij we heel veel nieuwe mensen leerden kennen uit alle milieus. En heel boeiende gesprekken hadden. En ja, het feit dat stilaan de dingen in beweging kwamen. Wij waren nog heel onthoogd, ook over het Internationaal Jaar van de Vrouw, omdat het zo traag ging allemaal. Maar toch geleidelijk aan in de jaren 70, 60 was de aanloop, 70, 80 is van alles gebeurd en haalden we toch echt wel succes en is ons leven wel veranderd.